Zo, hij rolt. De introductie, Menno Lanting, schrijver van Connect en Iedereen CEO. Twee boeken en veel gevraagd spreker. Dus, in mijn eerste vraag was eigenlijk van, kon je kort vertellen waar je boeken over gaan? Wat is je verhaal? Waar mijn boeken over gaan en wat me eigenlijk al veel langer, al een jaar of 15, enorm fascineert, is de impact van digitale technologie op hoe wij omgaan met burgers en consumenten, hoe wij bedrijven organiseren en hoe we daar leiding in geven. Mm-hmm. Dus dat is mijn centrale thema en dat probeer ik over te praten, over te schrijven en over te adviseren. Ja, en dat, even over dat leiding geven en hoe die organisaties dan werken, dat vind ik wel interessant. Met name bij de overheid natuurlijk ook, omdat daar die structuren heel erg hard zijn ook, ja. Vaak. Wat voor ontwikkeling zie je daar dan in ontstaan? Het begint natuurlijk al dat we de 21ste eeuw in zijn gegaan met organisatiestructuren uit de 20ste eeuw. Uh-huh. En leiderschapsprincipes die stammen uit de 19e eeuw, Taylor met name. Ja. En daar begint de eerste crux, doet zich al voor. Dat op zich bouw je natuurlijk altijd voor op wat was, dus dat is op zich niet zo heel erg. Alleen we gaan nu over van het industriële tijdperk naar het netwerktijdperk. En daar hebben heel veel organisaties hebben daar nu last van. Ja. En als je dan kijkt naar de consumenten, of in het geval van de overheid naar de burger, dan omarmen die burgers in toenemende mate die digitale technologie. Om dingen met elkaar te doen waar ze in het verleden de overheid voor nodig hadden. En nu minder of niet meer. En dus wat mij betreft andere eisen stellen aan hoe die overheid zou opereren. Mm-hmm. Waarschijnlijk ook dus op een andere manier georganiseerd zal gaan worden. Nu ben je zelf natuurlijk, ja, je komt ook wel eens bij de overheid, maar ook heel veel bij het bedrijfsleven. Mm-hmm. En je bent zelf natuurlijk ook ondernemer eigenlijk. Mm-hmm. Merk je dat zelf al, dat verschil, die ontwikkeling, dat je denkt van, ja, dat doe ik niet, dat organiseer ik niet zo, of dat organiseert dat bedrijf niet zo. Ik zie daar mm-hmm. eigenlijk die rol van die overheid marginaliseren, verminderen. Nou ja, ik zie in ieder geval hoe ik zelf onderneem, zie ik daar al verschuiving in. Dus dat ik geen personeel in dienst heb, maar door een netwerk in te zetten, fysiek, maar ook heel veel online, ik eigenlijk werk weet te doen wat 5 of 10 jaar geleden alleen door een middelgroot bedrijf gedaan kon worden. Dus die ontwikkeling zie je al. Dat zie je natuurlijk ook bij bedrijven terug. Dat men afvraagt van ja, wat moeten we nog met al die mensen en al die structuren? Maar ik zie ook dat die verandering relatief langzaam gaat. Dus de snelheid waarmee individuen dit soort nieuwe, tussen aanhalingstekens, ontwikkelingen omarmen, vele malen sneller gaat dan dat organisaties dat kunnen volgen. Mm-hmm. En dat baart mij, nou niet zozeer als burger, want ik red me daarin als burger, maar het baart me wel zorgen als ik kijk naar de toegevoegde waarde van overheden en ook bedrijven. Mm-hmm. In de wetenschap dat steeds meer mensen het zelf kunnen organiseren. En er overigens ook een groep is die geen toegang heeft tot al die netwerken en dat niet kan. Dus dat beide kanten leren uitdagingen. Ja. Maar nu ben jij redelijk succesvol. Dus heel veel mensen lezen dat boek en je houdt over die praatjes. Dus die boodschap die komt ondertussen wel over. Dat die verandering eraan zit, dat die netwerksamenleving eraan zit te komen. Het nieuwe werk is natuurlijk overal hip. Iedereen verdiept zich erin. Maar toch komt die beweging niet, zeg je eigenlijk. Eigenlijk gaat het toch te langzaam. Ja, maar ik denk ook dat we ook daarin een soort omkering van macht komen, is dat dus ook die burger of die consument, die zal ook die voorsprong houden waarschijnlijk. Want de kracht van het informele systeem is nu al vele malen krachtiger dan van de formele structuur. Dat is wel een wezenlijke omkering. Dat we natuurlijk altijd geleefd hebben in een tijd waarbij die formele structuren waren bepalend. Mm-hmm. Die bepaalde, je kon tussen 9 en 50 gemeenten bellen, want dan zat er iemand bij die telefoon. En als je een brief schreef, dan konden er 4 weken overheen gaan, welke termijn er ook staat, voordat je een antwoord krijgt. En als je nu ziet, de technologie die de burger tot zijn beschikking heeft, is daar een omkering van macht. Ik wil niet zeggen dat die overheden er niet meer te doen, dat ze geen rol meer hebben. Alleen de fundamenten waarop ze gebouwd zijn, passen steeds minder in deze tijd. Dus dan zit jij bij zo'n raad van bestuur, of een bestuursraad of wat dan ook, of bij een MT van de gemeente, of weet ik waar je allemaal komt. En dan hou je dit verhaal en dan denken die lui allemaal van, ik heb nog steeds mijn chic dress, alles komt op mijn bordje, komt naar mij toe. Qua buitenwereld, iedereen wil met de wethouder op de foto, bij wijze van spreken. En dus
komt er steeds allemaal naar mij toe hoor. Ik zie dit allemaal niet zo snel veranderen. Wat zeg je dan? Die signalen hoor ik. Maar ik hoor ook andere signalen. Dat mensen er wel zorgen om maakt. Wel een hele andere beweging ziet. Als dat niet zo zou zijn, dan zou ik daar ook niet allemaal zitten. Als je geen noodzaak voelt, ja, waarom zou je er dan over gaan praten? Ja. Dus ik denk dat heel veel overheden en mensen die daar leidingen geven, dat zeker wel voelen. Het simpele feit, dat zij natuurlijk ook zelf ook die burger zijn. En als ze het zelf niet, die middelen gebruiken, wel hun neefjes, nichtjes, kinderen, familieleden dat zien doen. Dus ik denk dat in toenemende mate die druk wel gevoeld wordt. En anders zien we het wel bij grote rampen. Hè. Overal zien we die voorbeelden opstaan. Ik denk dat er twee dingen zijn. Is we staan nog maar aan het begin. Dus er zit ook nog heel veel hype in. Heel veel gebakken lucht. Dat we eigenlijk ook nog niet helemaal precies weten welke kant het opgaat. En die structuren, daar hebben we 200 jaar aan gebouwd. Die structuren zijn gebouwd in het industriële tijdperk. Die hebben we in 200 jaar behoorlijk fijn weten te slijpen. Ja, en als ze dan gaan zeggen, ja, voor een gedeelte, worden die minder relevant of zijn ze al minder relevant. Ja, dat doet toch iets met de cultuur van de organisatie. En dan kom je heel dicht op de huid. Mm-hmm. En dan heb je het niet meer over, hebben we de nieuwste technologie. Maar hoe werkt het in ons hoofd? Hoe gaan we om met het afstaan van een gedeelte van de controle, een gedeelte van de macht? Wat doet dat met onze verantwoordelijkheid als overheid? Dus je ziet dat die hele structuren, dat die ter discussie staan. De overheden zegt al, ja, we hebben een zorgplicht ten opzichte van de burger. Ook voor die procenten die niet kunnen meekomen. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Dat is ook nog steeds een procent of 8-9 van mensen die helemaal geen internet toegang hebben. En er zijn er ook die wel toegang hebben, die nauwelijks weten hoe ze ermee moeten werken. Al wel heel snel aan het verschuiven is. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ook bij bedrijven die zeggen, ja, wij zijn beursgenoteerd en wij kunnen niet zomaar die slag maken en dat transparant een gedeelte van de macht uit handen geven. Dus dat gaat nog wel een tijdje duren. En dus jij zit daar dan aan tafel, die lui die hebben je uitgenodigd, dus hebben door dat er wat verandert, zeg je eigenlijk, omgedraaide bewijs was. Maar ja, wat voor handvatten kun je ze dan geven? Want, van waar begin je dan? Oké, dit verandert, leuk verhaal, maar ja. Okay, nou, we moeten dat doen? In heel veel gevallen begint het ook met bewustwording. Uh-huh. Mensen hebben allemaal wel iets gehoord, of het nou social media is, of het nieuwe werken. Maar er wordt toch heel veel op allerlei manieren inhoud aangegeven. Dus het maar eens wat proberen te ontvlechten. Van die ontwikkelingen daar wat lijn en fundament in aanbrengen, dat is vaak al een eerste stap. Dat is helemaal niet zo heel makkelijk. Daar wordt van alles over geroepen. En dan is het toch met elkaar kijken van ja, wat zouden dan nieuwe rollen kunnen zijn. Dus het begint natuurlijk eerst met bepaalde soort plekken op de horizon van ja, maar wat voor een toegevoegde waarde willen we hebben. Nou, dat is al een hele klus. En daar heb je het nog niet eens over. Hoe ga je dan die organisatie inrichten? Wat voor leiders heb je daarvoor nodig? Dus enerzijds heb je te maken met veranderde trajecten in organisaties die per definitie altijd stapsgewijs gaan. Dat is misschien niet zo erg, alleen die buitenwereld die gaat zo snel dat we daar waarschijnlijk minder tijd voor hebben dan we de decennia die we achter ons hebben. Ja. Kijk, en uiteindelijk bepaalt natuurlijk, ja, ik ben een passant, dus ik vertel wat ik zie en ik heb geen binding met die organisatie, dus ik kan vrij praten, dat scheelt ook nogal. Dus ik word ook niet gebonden door de interne politiek, maar uiteindelijk is het of het wal keert het schip, dus dat je steeds minder relevant gaat worden. Ja, of je weet daar toch je goed op te bezinnen, geen alle overhaaste stappen te maken, maar wel zorgen dat je de olietanker gaat verleggen. Als we dus even in de tijdmachine stappen, we gaan zeg 5 jaar vooruit of zo, hè? Dus je zegt, eigenlijk gaan die ontwikkelingen in de samenleving sneller, nu kunnen we dan zien we dat daar een discrepantie ontstaat eigenlijk in die snelheid. Overheid blijft misschien een beetje daar achter. Die mensen die zien het wel, maar hebben nog niet echt een idee van hoe dat nou moet. En die voorbeelden zijn. Ondertussen wordt die afstand groter. Dus stel nou 5 jaar vooruit. Wat voor situatie zitten we dan? Waar gaat het schijnen? Laat ik het zo zeggen. Ja, ik denk dat over 5 jaar, misschien nog iets eerder, dat we eerst nog weer een soort bubbel zou klappen. Ja. Ook rond het thema social media, nieuwe werken.
Er zijn nu zoveel initiatieven, zoveel ideeën, zonder dat daar echt een goede strategie onder ligt. Dat we waarschijnlijk ook nog wel heel wat mislukkingen zullen gaan zien de komende jaren. En daarmee voor de critici de bewijsvoering dat dit niet werkt. Maar dat hebben we met e-commerce gezien, dat hebben we met mobiele telefonie gezien, dat zie je overal. Dus ik denk dat dat eerst nog naar ons toe komt. We hadden de hele discussie van privacy, daar houden we ons ook nog relatief weinig mee bezig. Zou de komende jaren ook enorm gaan spelen. Waar gaan al die data heen, et cetera. Ik denk dat de echte pijn pas over een jaartje of 10 gaat komen. Zoals de digital natives, de generatie die nu opgroeit, die op een hele andere manier naar de overheid kijkt, naar bedrijven kijkt. Als die echt kiesgerechten de burger gaan worden, ze echt gaan verhouden tot die overheid. Ja, dan komt er zoveel druk van buiten. Dat zijn de medewerkers, de ambtenaren van de toekomst. Ja, willen die überhaupt nog in zo'n structuur werken? Daar gaat echt een grote druk komen. En hoe manifesteert zich dat? Ik denk dat dat, in belangrijke mate een sluipend proces zal zijn. Is dat je, ik zie nu al in organisaties dat er eigenlijk twee culturen naast elkaar opereren. Dus zeg maar even de formele cultuur, die tot zekere hoogte absoluut zijn functie heeft en dat ook de lengte van jaren zal houden. Het is nooit of, het is altijd en, ook met dit soort ontwikkelingen. Maar ik zie ook dat er steeds meer mensen zijn in die organisatie die op een heel andere manier samenwerken, op een heel andere manier contacten hebben met burgers, een hele andere manier informatie naar ze toe halen. En eigenlijk worden dat steeds meer twee werelden. Terwijl volgens mij nog wel bestuurders in de formele hiërarchie soms ook nauwelijks notie hebben van wat een groot gedeelte of steeds groter gedeelte van hun medewerkers in dat informele circuit doet. En ik vind ook vaak dat medewerkers daar wel opportunistisch in zijn. Dus als het nodig is, stappen ze in de formele cultuur. De maandagochtendvergadering, wat hebben we nou eenmaal zo afgesproken. Of een functioneringsgesprek, want dan krijg ik een periodiek erbij. En dan zie ik ze vervolgens in het informele circuit stappen. En in enorme snelheid kennis met elkaar delen. Wat ook helemaal niet meer in die formele databases komt te staan. En dus eigenlijk hun eigen weg gaan. Dus ik geloof veel meer in een soort sluipend proces dan dat er een hele harde confrontatie komt. Dus niet zozeer wel die kip gaat, het schip gaat keren, maar een lange transformatie. Ik denk dat er wel ook wel een soort cynisch model in zit. Is dat, sowieso natuurlijk de kracht of de manier dat je, hoe je zelf je werk en leven kunt inrichten onder invloed van die digitalisering enorm toeneemt. Net al. Je kunt met een paar mensen kun je een heel netwerk organiseren en kun je werk doen wat anders een grote organisatie moet doen. En ik denk als het straks ook weer economisch wat beter gaat, dat ook steeds meer talent bij bedrijven, maar ook in de overheid, zal zeggen, joh, met mijn kwaliteiten in deze tijd ga ik wat anders doen. Dus het cynische model is dat er toch een soort kern achterblijft van middelmatigheid. En talentvol, in ieder geval in de zin mensen die in deze tijd met deze technologie talentvol kunnen zijn. Ik denk ook andere manieren om talentvol te kunnen zijn. Ook de overheden en ook bedrijven in rap tempo zullen verlaten. Ik heb zelf ook altijd wel het idee dat als je probeert na te denken over toch een beetje die nieuwe manier van werken, als we maar even de genetwerkte manier van werken, dat die eigenlijk op bijna elk aspect vraagt dat een andere manier van werken. Het is bijna alsof je een zwart-wit situatie hebt. Je zit ofwel in de ene manier van werken, of in de andere manier van werken. Dus als je mensen wil overhalen eigenlijk naar die andere manier van werken, dan van ja, dat is leuk, dan ga je misschien Twitter bij wijze van spreken om te laten zien waar je mee bezig bent. Maar ja, uiteindelijk vraagt het ook een heel andere manier van werken. Namelijk dat je dan transparanter bent. En dat vraagt dat je op een andere manier afspraken gaat maken. Dan ga je op een andere manier met je mensen om. En hoe betrek je hem? Dus ja. dat gaat steeds verder. Dus eigenlijk alsof een zwart-wit situatie. En eigenlijk hoor ik jou een beetje hetzelfde zeggen. Dat mensen zitten overal in ene. Mm-hmm. Hè, en nou ja, die worden langzamerhand ouder. En op een gegeven moment met pensioen bij ze spreken. En ondertussen komt van onderaf die groep mensen die... Dus daar zit ook een beetje dat zwart-wit in. Ja, nou, ik denk dat überhaupt de focus vaak veel te veel op de instrumenten ligt. Op de digitale instrumenten ligt. Dat is al voor opgesteld. En maar het gaat om die mentaliteit die raakt. Ik denk dat die digitale omwenteling die we nu meemaken, basisprincipes blootlegt of weer agendeert die er altijd al geweest zijn. Transparantie, openheid, verbondenheid, tot een groep behoren. Dat zijn eigenlijk allemaal weer de kernprincipes die we al eeuwenlang belangrijk vinden. Ik denk dat die digitalisering er alleen voor zorgt dat die veel meer
in de spotlicht komen te staan. Het is al het simpele feit dat nu al jouw online invloed te berekenen valt. Het is allemaal een beetje in de kinderschoenen met cloud en peer review. Maar daar zie je al een beetje de lijn in die er gaat komen. Is het gaat dus toenemende mate transparant worden wat jij doet in die organisatie. Dus zeg maar even Henk of Kees die op de derde verdieping achter op een kamertje zit. En want niemand eigenlijk precies weet wat hij of zij ook weer doet. En niemand durft hem of haar echt aan te spreken. Technologie zal er ook voor gaan zorgen dat soort zaken allemaal bekend gaat worden. Dus ik denk dat technologie doet. Is dus zeg maar weer die waarde die we al heel lang kennen. Maar die we vaak toch met allerlei managerial taal een beetje wisten te verdoezen. Mm-hmm. Ja. Aan de oppervlakte gaat brengen. Ja. Nou, je ziet ook, er is een soort van systeem ontstaan van hoe die organisaties werken en hoe je eigenlijk met dat systeem kan spelen. En de mensen die er goed in zijn, hè, die maken carrière en die komen op de belangrijke posities. Kunnen op die manier juist via die structuur dan veel bereiken. Maar dat zorgt ook voor allemaal gevolgen die je eigenlijk niet wil hebben. Dus je krijgt een heel politiek systeem eigenlijk dat over die basiswaarde waar je het over hebt, heen hangt. Nou ja, kijk, nu worden de leiders benoemd in en door de structuur. Ja. En onder invloed van deze sociale technologie gaan we steeds meer naar een situatie toe waarbij mensen zelf zullen kiezen wie ze willen volgen. Ja. Dus we krijgen een demystificatie van leiderschap. Dus überhaupt het hoogst haalbare zal waarschijnlijk niet meer de top van de piramide zijn, maar wellicht de spin in het web. Dat is al een hele andere metafoor. Die hiërarchie gaat voor een gedeelte eruit, omdat mensen technologie gebruiken om elkaar te vinden en daar minder management voor nodig zullen hebben. Want ja, als er geen maandagochtendvergadering meer is en mensen kunnen online zien welke projecten ze bezig zijn, ze kunnen ook nog zien wat anderen bijdragen aan de kennisontwikkeling, wat hun sociale invloed online is, ga je natuurlijk zelf steeds meer je teams bepalen en ook je leiders kiezen. Nou, die ontwikkeling zie je nu ook bij start-ups natuurlijk al. En überhaupt in online sociale netwerken speelt dat in principe al veel lang. Ja. Nee, ik zie het ook die ontwikkeling bij afdelingen en organisaties die meer online gaan werken, zie je dat effect al een beetje ontstaan. Ja. Ja, nou, en het is natuurlijk evidentie is dat deze maatschappij nu al doorzeend is van digitalisering. Dat zal alleen nog maar meer worden. Dus dat is ook niet meer los te zien. En dan gaat het dus ook, dat doet het nu al, maar dan gaat het ook een enorme rol nog veel meer spelen in organisaties. Dus alles wat we, een heel groot gedeelte van wat we nu al doen buiten die organisaties, met transparantie, ratings, instant feedback, transparantie, gaan we uiteindelijk in meer of mindere mate ook in organisaties doen. Ja. Daar kun je geen grenzen tussen optrekken. Ja. Dus stel nou, ik ben inderdaad afdelingshoofd of directeur of lid van die raad van bestuur of wat dan ook. Er staat een reorganisatie voor de deur, zullen we zeggen. Het roer moet sowieso om. Mm-hmm. Dan is de neiging vaak natuurlijk om te zeggen van nou, hier is een nieuw harkje. Wordt benoemd allemaal mensen op die harkjes en die gaan dan een organisatie inrichten. Nou, eigenlijk weer subharkjes. Er wordt heel erg top-down georganiseerd. Hoe zou je dat nou, als ik in zo'n positie ben en ik denk van ja, dat tegenwoordig is anders. Hè? Ik heb jouw verhaal gehoord, ik ben geïnspireerd. Ik dacht van ja, dat moet anders. Maar hoe pak ik dat dan aan? Wat is een alternatieve uitrol? Nou, volgens mij wordt de manier hoe wij met kennis omgaan, hoe wij kennis aan elkaar weten te verbinden, hoe we die kennis weten te duiden, dat wordt de belangrijke bepalende factor. Voor overheden, maar ook voor bedrijven. Dus dat betekent ook dat de rol van de manager of leider veel meer een soort dirigent van die kennis gaat worden. Een soort spin in het web. En ik kom bij zoveel organisaties, ook overheden, waar de kennis werkelijk over de plinten klotst. Organisaties weten zelf vaak niet eens wat ze allemaal in huis hebben. Tegelijkertijd gaan die ontwikkelingen, de maatschappelijke uitdagingen, ook commerciële uitdagingen, die zijn zo aan de orde. Ze zijn zo groot dat we ook alle kennis nodig hebben om dat te kunnen adresseren. Dus ook overheden zullen nog veel meer toe moeten naar efficiënte kennisdeling en weten waar we mee bezig zijn. Nou, en om dat allemaal te kunnen doen, kom je weer op diezelfde elementen terug. Ja, dat moet dus veel grotere transparantie zijn. Want wat voor projecten lopen er allemaal? Wat is de effectiviteit van die projecten? Wie draagt wat bij aan die projecten? Dus bijvoorbeeld het Google-model, totale transparantie. En iedereen heeft ook het recht om projecten aan de kaak te stellen. En te zeggen, waar moeten we dan misschien niet onze efforts op iets anders gaan zetten? Ja.
En dan kom je automatisch... Interne aandelenmarkten, dat soort... interne aandelenmarkten, ja, waar gaan we onze efforts inzetten? Ja. De kennis van buiten gebruiken. Je kunt binnen een ministerie nooit de kennis verzamelen die ook in de buitenwereld te vinden is. Ja. En al dat soort zaken zijn erg moeilijk te organiseren in formele haakjes. Ja. Omdat formele haakjes over het algemeen gebaat zijn bij juist het behoud van kennis. Mm-hmm. En het opgokken van kennis. Dat is vaak de machtsfactor. Ja. Ik weet meer dan de mensen waar ik leiding aan geef. Dat bepaalt voor een gedeelte ook mijn rol en mijn functie. En ik vertaal dat weer door naar het niveau boven mij. Maar als die mensen toenemende mate elkaar kunnen vinden en mij via interne social media, wat dan ook, zo de top kunnen bereiken. Mm-hmm. Ja, waar heb ik dan een harkje nog voor nodig? Mm-hmm. En is het dan een soort, je beschrijft enerzijds dat je organiseert rondom kennis. Ja. En kijken waar die stroomt en waar je die vandaan haalt. En daar breng je dingen bij elkaar. Dat wordt de nieuwe knooppunten. Mm-hmm. Maar op het moment dat er mensen aan bij zitten, klinkt ook wel een beetje meritocratisch. Hè? Dat als je hier over iedereen bij wijze van weten stemmen. Hè? Mm-hmm. En dan wordt meteen duidelijk van die doet het blijkbaar goed en die wat minder. Ja. Dat levert natuurlijk ook, kan ook een beetje de haat en neid juist versterken natuurlijk. Ja, het is als ik het uitspreek, dan voel ik zelf wel de knoop in mijn maag. Ja. Want het is heel confronterend. Het zet toch alles ook weer de deur open naar manipulatie. Want alles wat online is, valt ook weer te manipuleren. Tegelijkertijd zijn het principes die nu ook al gelden. Nu wordt er ook bij de waterkoper geroddeld over collega X of Y. Of is het management met elkaar aan het praten over het al dan niet functioneren van een afdeling. Dus die principes blijven wederom hetzelfde. Mm-hmm. Alleen ik ben ervan overtuigd dat het in de vele malen meer transparant zal gaan worden. Maar die mechanieken blijven hetzelfde. En tegelijkertijd denk ik dat als we dat goed weten te managen, ook zorgen dat mensen daar wel in mee kunnen. Dat uiteindelijk mensen gelukkiger maakt in organisaties. Mm-hmm. Wederom, want al die kennis die maar over de plinten klotst, wordt in belangrijke mate ook niet gehonoreerd, wordt niet gezien. En tegelijkertijd, de meeste onderzoeken die je ziet, geeft 50% aan dat ze niet happy zijn in hun baan. Dat niet alles uit hun gehaald wordt. Ja. Dus dat zegt ook iets. Dat wij chronisch de kennis en kwaliteiten van mensen onderbenutten. Ja. En ik denk dat daar de formele structuur, formele hiërarchie een belangrijke barrière is. Ja. Okay. Nu heb ik nog een bepaald thema, of een bepaald woord wat nog niet aan de orde is geweest, maar wat ik zelf altijd wel, op het moment dat ik ga nadenken over dat leiderschap en hoe je dat dan aanvliegt en hoe je dat dan organiseert, bij mij niet boven komt drijven, is het woord vertrouwen. Dus dat je op het moment dat je dus dat transparant maakt en je ziet dus waar iedereen mee bezig is, maar ook mensen gaan er veel ook eerder naar buiten toe en die gaan met andere mensen praten en die zijn met dingen bezig. Dus ze moeten ook zelfstandiger eigenlijk aan de slag gaan. Dus dat verandert volgens mij de rol van die leidinggever, die manager natuurlijk ook. Ja. Vertrouwen heeft ook weer zijn begrenzingen, of in ieder geval zijn voorwaarden om goed te kunnen functioneren. Het begint altijd met goede resultaatafspraken. Wat verwacht je dan van elkaar? En dan gaat het om verantwoording. Wat heb je dan gedaan binnen dat vertrouwen? Nou, en dan zijn we precies weer elementen waarin die technologie een belangrijke rol speelt. Want die gaat dat actief of passief, gaat dat steeds zichtbaarder maken. Dus ook daar, de organisaties die dat weten te omarmen, zullen daar ook minder problemen mee hebben. Dus een HR-directeur van Philips, die wist mij te vertellen, ik heb helemaal geen probleem met het nieuwe werken. Waar, zeg maar, collega-bedrijven vaak problemen hebben, want werken mensen dan wel? En ik zie ze niet meer op kantoor, en hoe weet ik dan dat ze niet uit hun neus zitten te eten? En zei, dat is heel makkelijk. De afdeling heeft zelf een afdelingsblog opgericht. En waar mensen ook zitten, iedereen tikt daar, wij spreken dagelijks, waar ze mee bezig zijn, reageren op elkaar. Nou, dat vond ik een prachtig voorbeeld van hoe mensen zelf zoiets als vertrouwen weer weten te organiseren op een meer elektronische manier. Maar het basisprincipe blijft hetzelfde. Ja. En hoeveel projecten van het nieuwe werk stranden nog niet, omdat er niet zo'n soort terugrapportagesysteem is. Ja, waar zijn mensen dan mee bezig? Ja.
Als iedereen maar thuis zit. Dat hoeft geen blind vertrouwen te zijn, zou ik maar zeggen. Hè? Op deze manier ben je ziende vertrouwens. Nee, maar ik denk ze nog zeggen, de professionals die of een structuur aangereikt krijgen, dan wel zelf de instrumenten instellen om zelf verantwoording af te leggen, dat de succesvolle professionals in de toekomst zullen zijn. Ja. Dus als jij zelf, ik noem maar wat, door social media te gebruiken, laat zien hoe jij bezig bent met jouw kennisontwikkeling, hoe jij kennis deelt, hoe jij dingen vraagt, dat is eigenlijk ook jouw eigen transparantie organiseren. Dus je hebt enerzijds goede afspraken eigenlijk van waar willen we heen en goede afspraken over hoe maken we nou zichtbaar wat je doet om daar te komen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een tip 1 aan de manager bij wijze van spreken. Maar wat je ook nodig hebt natuurlijk is, je draagt toch ook iets over als manager eigenlijk. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat heel veel managers ook het gevoel hebben van ja, ik raak iets kwijt. Ja, die controle raak ik ook kwijt. Maar ja, wat zeg je dan? Dat is wel een belangrijk punt. Gaat het heel erg over toegevoegde waarde, trouwens op alle niveaus. Hè? Ja. Of toegevoegde waarde. En als je de in ieder geval zeker bij managers, als de controlerende, sturende, samenbrengende en vertalende taak geheel verdeeld wegvalt, omdat door die transparantie mensen dat zelf steeds beter kunnen doen. Nou, met wie zou ik graag dit project willen doen? Nou, ik kijk online of in een database, hè, wat de kwaliteiten van mensen zijn. David, hoe is hij door zijn collega's de vorige keren beoordeeld? Nou, vind ik het ook nog een leuke man of vrouw als ik hem fysiek ontmoet. Ja, heel veel professionals zijn uitstekend in staat om zelf die afweging te maken. Daar heb je echt geen management voor nodig. Dat wil niet zeggen dat er geen afstemmings- of duidingsrol meer nodig is. We krijgen ook te maken met steeds meer informatie, information overload. Dus ik denk de managers die in staat zijn om kennis te duiden, om visie te geven, waar staan wij dan voor? En waar moet die kennis er dan omheen begeven? Met welke partijen in de buitenwereld zijn voor ons belangrijk? Dat de managers van de toekomst zijn. En die zullen de brug maken tussen het soort hart van de organisatie. En die zullen voor een gedeelte ook juist aan de randen van de organisatie zitten. Om juist contact te houden met alle andere netwerken, fysiek en virtueel, die van belang zijn. Maar de manager die het werk organiseert en anderen vertelt wanneer ze wat moeten doen en in welke volgorde, de relevantie daarvan gaat heel snel afnemen. Ja. Volgens mij zijn we redelijk rond qua vragen. Ik hoop dat ik jou wat heeft gebracht. Wat mij betreft. Ik ga dan nog een keer op een rijtje zetten, zullen we zeggen, ook wat ik er allemaal uit heb gehaald. Maar het geeft wel heel erg veel verkenning. Ik bedoel, uiteindelijk de aanzwengeling voor heel veel van dit soort ontwikkelingen is er ook, tenminste hoor ik jou zeggen, de technologie maakt nu mogelijk dat. En dat hoor ik heel vaak zeggen. En een van de dingen die het mogelijk maakt is die transparantie. En die transparantie biedt allemaal weer middelen eigenlijk om... Om die verbindingen te leggen en in die netwerken te werken. En zo ontwikkelt eigenlijk dat concept volgens mij van die netwerkmaatschappij. En zo kom je tot een netwerkmaatschappij. Dat zijn eigenlijk de stappen. In de basis is mensen zeggen soms teleurgesteld, ja, er is niks nieuws. Nee, er is ook niks nieuws. Ja. Want wij zijn nog steeds dezelfde biologische, dezelfde als in de steentijd. Hè? Dus we willen geborgenheid, we willen gezien worden, we willen samenwerken, we willen erkenning. Dat zijn basale principes. Ja. Dus die zullen ook niet veranderen. Ik denk dat die technologie er wel voor zorgt dat we daar op een hele andere manier naar gaan kijken. En veel efficiënter mee kunnen omgaan. En ik denk dat dat een heel mooi vooruitzicht is. Maar dan zullen we iets aan moeten doen aan die structuren die gebouwd zijn in de 20e eeuw. Voor het managen van fabrieken. Dat zullen we doen. Ja. Oké, nou, daar gaan we mee aan de slag. Leuk joh. Leuk, David. Dank je wel.